Gisteren begonnen studenten en personeelsleden van de Radboud Universiteit aan een protest. Ze stonden hierbij stil bij de situatie in Gaza en bij de gestopte demonstraties in Amsterdam van vorige week. Het doel van het protest was om de universiteit te dwingen hun banden met Israël bekend te maken en te verbreken. Een nacht ging voorbij, maar weg gingen de demonstranten niet. Tijdens het protest gisteren werden er tentjes neergezet en daar werd tijdens de nacht gebruik van gemaakt. Ondanks het advies van de universiteit om niet te overnachten, sliepen er zo'n 40 mensen op het grasveld van de campus. De gemeente besloot hier niet in te grijpen. De studenten zijn niet van plan om te wijken als hun eis niet wordt opgevolgd. Omdat het nog steeds nodig is. Onze eisen die je daar op het spandoek kunt zien zijn eigenlijk heel duidelijk. Wij eisen van de universiteit dat ze transparantie geven over alle banden met Israël die er zijn. Dat ze die banden verbreken en dat ze de genocide afkeuren. En dat is nog niet gebeurd. Er zijn nog steeds geen duidelijke statements en wij blijven hier staan totdat die er wel zijn. Ik kan niet namens iedereen hier spreken natuurlijk. Mensen zitten in verschillende situaties, maar ik weet van een harde kern en onze steun als studentenvakbond in ieder geval dat wij hier willen blijven. Ja. Er zijn tijdens het protest in tegenstelling tot de studentenprotesten in Amsterdam geen gekke dingen gebeurd. Ook op de vroege ochtend heerst er een rustige sfeer met wat muziek. De studenten beschrijven het protest dan ook als vreedzaam. Ik was hier zelf ook gisteren vanaf de opbouw en de sfeer is hier eigenlijk heel gemoedelijk geweest. Nu is het een redelijk slaperige morgen, mensen hebben hier overnacht. Je ziet het achter mij, het is vredig, vreedzaam en gemoedelijk en dat willen wij ook graag zo houden. Een woordvoerder van de Radboud Universiteit laat weten dat er ruimte is voor protest en wetenschappelijke discussie. Het advies blijft alleen om niet te overnachten op de campus. Over vervolgstappen kon de woordvoerder nog niet zeggen. Burgemeester Brul zag maandagavond geen reden tot ingrijpen en dat is dinsdagmiddag nog niet gewijzigd, laat een woordvoerder van de gemeente weten. De studenten zijn hier dan ook blij mee. Ik hoop dat het zo blijft of dat de eisen worden ingewilligd. Dat natuurlijk nummer één. Ik denk dat het duidelijk is dat wij geen escalatie willen. In solidariteit met Utrecht en Amsterdam denk ik dat ons, ja, je zou kunnen zeggen, modelkampement ook heel goed laat zien dat het goed gaat wanneer je geen provocateur stuurt, wanneer je niet de politie naar binnen stuurt. En ik had het ook niet aanzien komen dat ons CVB en Hubert Bruls nog eens een lesje zouden geven aan Femke Halsema over hoe je met demonstranten om dient te gaan. Maar zoals het nu gaat, gaat het goed.